Mijne heren, het is mij aangenaam u bijeen te zien tot hervatting uw werkzaamheden. Op menig gebied is dringend behoefte aan krachtige wetgevende maatregelen. Zo sprak 100 jaar geleden mijn grootmoeder tot uw voorgangers. Ja, een citaat van de 100 jaar geleden nog jonge koningin Wilhelmina zorgde dus voor ontspanning in de ridderzaal. Toch, tegenover al die Nederlanders die baden in welvaart, staat nog steeds een grote groep mensen die niet meekomt. Premier Kok heeft het zelfs over scherpe tegenstellingen en ook koningin Beatrix sprak over de verschillen. Een groter deel van de wereldbevolking leeft in vrijheid en voorspoed. Toch delen te veel mensen nog onvoldoende in deze vooruitgang. Vooral elders in de wereld, maar ook dichtbij. Wij mogen daarin niet berusten. Het gaat goed met Nederland. Dat kun je zien als je op zaterdag door de stad loopt. Kopen, ook al heeft men niets nodig, het is voor sommigen een dagelijkse bezigheid. En dat het goed gaat, blijkt ook uit de begroting die de minister van Financiën vanmiddag presenteerde. De Tweede Kamer kreeg hem trouwens op een computerschijfje aangeboden. Het is een beetje een feestbegroting, maar dat zei minister Zalm er niet bij. Uit zijn koffertje komt vooral goed nieuws. De economie blijft groeien. Het overheidstekort bereikt een laagte record, 0,5% nog maar. En de werkloosheid blijft dalen. Er is werk genoeg. Daarom is er meer geld beschikbaar voor zorg en onderwijs. En de koopkracht gaat omhoog, al is het niet zoveel. Nog meer leuk nieuws. De kinderbijslag gaat omhoog, gemiddeld zo'n 50 gulden. En er komt een extra belastingaftrek voor werkenden. En zo'n aftrek komt er trouwens ook voor ouderen. En het goede nieuws gaat door. De BTW op arbeidsintensief werk, denk maar aan de kapper en de glazenwasser, gaat omlaag. De omroepbijdrage verdwijnt. Kijkgeld betaal je straks via de belasting. En er komen 71.000 extra plaatsen voor kinderopvang. Een paar dingen gaan ook meer kosten. Gas, water en licht wordt iets duurder. En de ziekenfondspremie gaat een paar tientjes omhoog. Vooral goed nieuws dus. Maar de koningin waarschuwde in de troonrede dat er aandacht moet blijven voor mensen die het minder goed hebben. Er zijn in Nederland 4 miljoen mensen die van een uitkering leven. Dat zijn dus mensen in de bijstand, mensen met een werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschikte en de ouderen, de AOW'ers. Van die groep leeft 3,6 miljoen mensen op het sociaal minimum. En er zijn zelfs 1 miljoen Nederlanders die op de armoedegrens leven. De grootste zorg die ik heb is dat er nog steeds zulke scherpe verschillen zijn. Ik misgun mensen helemaal niet dat ze van alles kunnen en willen kopen. Maar ik zou graag willen dat honderdduizenden mensen en gezinnen die ook recht hebben op vooruitgang en op een deel daarin, dat die eigenlijk nog toch te veel achterblijven. De scherpte van de verschillen tussen mensen die van alles kunnen en mensen die eigenlijk nog niks kunnen, daar moeten we de komende tijd ook mee doorgaan dat te verminderen. En er is nog een slecht nieuwsfeit. Er zijn 157.000 vacatures waar niemand voor te vinden is. Toch heeft 28% van de beroepsbevolking geen betaald werk. Zo is het aantal werkende vrouwen in vergelijking met andere landen nog steeds laag. Allochtonen kunnen moeilijk werk vinden. 55-plussers werken zelden door tot hun pensioen. En het aantal arbeidsongeschikten is 2 tot 3 keer zo hoog als het Europese gemiddelde. Ja, het lijkt er dus op alsof Nederland een welvaart van de twee snelheden kent. Bij de bedrijven groeit het aantal banen enorm. Bij de overheid en de sectoren waar de overheid flink wat invloed heeft, zijn er volop banen. Maar het lijkt wel alsof niemand daar wil werken. Neem de zorg. Als er niks gebeurt, dan zijn er over een paar jaar 37.500 banen die niet vervuld kunnen worden. Olaf Prins werkt sinds kort in de automatisering. Hij maakt computers en kassa's van supermarkten millenniumproof. Maar een paar maanden geleden was hij nog verpleegkundige op de hartbewaking van een algemeen ziekenhuis. 10 jaar heeft hij in de gezondheidszorg gewerkt. Toen was het op. Hij was opgebrand. Je ziet gewoon dat de zorgzwaarte ieder jaar eigenlijk toeneemt. En ik zag steeds meer collega's weggaan, waardoor eigenlijk de zwaarte van het werk nog zwaarder werd.
Werken in de gezondheidszorg is niet populair. Het vak heeft een slecht imago, weinig verdienen en hoge werkdruk. Want de steeds ouder wordende patiënt vraagt steeds meer tijd. Door die hoge werkdruk is het ziekteverzuim bijna 2 maal zo hoog als gemiddeld in Nederland. Veel verpleegkundigen belanden vroegtijdig in de WHO of zoeken ander werk, zoals Olaf Prins. Ik was moe, vaak ook prikkelbaar. Als ik thuis was, kwam, dan sliep ik binnen 5 minuten op de bank. Ik viel dan op de bank in slaap. Ik zat iedere keer als ik vrij was, zat ik alvast te denken aan de dagen dat ik alvast moest werken. Ik merkte gewoon dat ik geen behoefte meer had aan contacten met andere mensen. En ja, dat was uiteindelijk gewoon het feit van, dat ik dacht van, nu moet het stoppen. Banen in de gezondheidszorg zijn er genoeg, maar ze zijn moeilijk te vervullen. Dat probleem is in de Randstad en delen van Brabant het grootst. Door extra geld komen er jaarlijks 20.000 nieuwe vacatures. Bovenop de 90.000 openvallende vacatures zijn er in totaal jaarlijks 110.000 mensen nodig in de zorg. 460 miljoen gulden trekt het kabinet het komend jaar uit om het werk in de zorg aantrekkelijker te maken. Dat geld moet niet alleen nieuw personeel over de streep trekken, maar het liefst ook oud-gedienden zoals Olaf Prins doen terugkeren. Misschien wel, als de situatie binnen de gezondheidszorg verbetert en met name de werkdruk. Maar volgens Nu 91, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen, is de belangrijkste manier om de zorg aantrekkelijker te maken een forse loonsverhoging voor het hele personeel. En die 460 miljoen gulden is dan ook veel te weinig. Ja, tekorten in de zorg dus. En zoals ik al eerder zei, investeren in de kwaliteit van de samenleving is het nieuwe motto van het kabinet. Maar met tekorten in de zorg zit het met die kwaliteit daar niet zo goed. In de Tweede Kamer, waar morgen de debatten over de plannen van vandaag volgen, Job Friso. Job, accepteert de Kamer het dat juist die zorg, die gezondheidszorg, niet lijkt mee te profiteren van de gunstige cijfers? Nee, dat accepteert de Kamer niet. De Kamer wil een overgrote meerderheid dat er nog meer geld wordt uitgetrokken voor de gezondheidszorg. Maar het is vooral regeringspartij VVD die met een nieuw idee komt. En eigenlijk is het een oud idee in een nieuw jasje, namelijk om mensen zonder werk met meer dwang aan de slag te zetten. En de VVD wil dat dat nu gaat gebeuren in de gezondheidszorg. Wij hebben mensen dringend nodig in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen. Er zijn mensen die geen werk hebben. Dan moet het mogelijk zijn om die twee gegevens bij elkaar te brengen. En hoe gaat u dat aan de aanbodkant doen? Hoe gaat u, met andere woorden, mensen dwingen die banen te accepteren? Ja, door er scherper op toe te zien. We hebben natuurlijk een systeem van strafkortingen en dat soort dingen meer. Daar denk ik nu niet als eerste aan. Maar vooral mensen op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Dat zouden de sociale diensten zeer wel kunnen doen. Samen bijvoorbeeld met de werkgevers in de gezondheidszorg. Nou, het is overigens natuurlijk twijfelachtig of de VVD hier handen voor op elkaar krijgt, maar dat merken we gauw genoeg de komende dagen. Ja. Oké, Job, ik kom straks weer bij je terug. Want nu eerst wil ik naar de inhoud van de miljoenennota van minister Zalm. Die bevat grote maatregelen, zoals de 1 miljard aan lastenverlichting, maar ook kleinere zaken. Nieuwe dieselauto's worden 2000 gulden duurder, maar rijden op LPG wordt goedkoper. De regering wil de motorrijtuigenbelasting voor LPG-auto's met 200 gulden verlagen om zodoende het gebruik van deze schonere brandstof te bevorderen. Iemand die slaagt voor het rijexamen krijgt straks eerst een tijdelijk rijbewijs. Als hij zich in het verkeer goed gedragen heeft, krijgt hij na 5 jaar een definitief document. Verder wordt het toegestaande alcoholpromillage voor beginnende bestuurders verlaagd van 0,5 naar 0,2 promiel. Iedere Nederlander krijgt zijn eigen zorgpas. Met deze chipkaart hebben artsen sneller toegang tot de medische gegevens van de patiënt. Er komt toezicht op sedendelinquenten die terugkeren in de maatschappij. Politie, justitie en reclassering moeten voortaan weten dat een ontuchtpleger in een bepaalde buurt komt wonen. En tenslotte wordt de biologische landbouw gestimuleerd. Er komt meer geld beschikbaar voor boeren die omschakelen naar deze meer milieuvriendelijke manier van verbouwen. Ja, en dat was natuurlijk de Gouden Koets met koningin Beatrix, prins Klaus en kroonprins Willem-Alexander. Hij rijdt maar eens per jaar door de binnenstad van Den Haag. En ook vandaag weer trotseerden tienduizenden mensen het gedrang om daarbij te kunnen zijn. Paleis Noordeinde vanmorgen om 8:30. De trouwste Oranje-fans hebben alvast een mooie plaats opgezocht. Trouwreden zegt me weinig. Eerlijk gezegd, die lees ik vanavond in de krant wel. Het gaat echt om de sfeer en ieder jaar dezelfde mensen, je krijgt een band met elkaar, toch? Ja. Nee, ik ben hier een vaste fan. Ik sta hier voor de 50ste keer, waarvan ik 30 jaar dus foto's maak. Hoofdzakelijk gespecialiseerd in balkonscènes. En 4 uur later staat de route vol mensen.
En binnen enkele seconden was de koningin voorbij. Heeft u de koningin gezien? Ja, op de rug. Verder niet hoor. Want het is altijd maar televisie kijken en nou eens een keer in het echt. Dus hij wordt anders, weer een hele belevenis. Een van de mooie tradities van Prinsjesdag is natuurlijk de galakleding van de politici. Na de troonrede kon het publiek opnieuw proberen een glimp van de vorstin op te vangen. En bij het Paleis Noordeinde was het vervolgens een gedrang om een goede plek te vinden voor de balkonscène. Voor de echte Oranje-fan toch het hoogtepunt van de dag. Van Oranje weer naar Paars. De Kamer gaat morgen meteen aan de slag. Wij gaan terug naar Job Frieso. Job, het valt op dat de fractievoorzitters in feite nu al willen verdelen het geld wat ze straks nog moeten verdienen. Zijn ze bezuinigingsmoe? Nou, dat is natuurlijk ook een beetje zo, maar de Kamer wil natuurlijk altijd al meer geld. En nu het tekort bijna is opgelost, het financieringstekort, en de begroting van volgend jaar door het kabinet dan de zuinige kant is gehouden, nou voelt de Kamer zich helemaal niet meer geremd om extra wensen op tafel te leggen. En dan heb ik het zowel over de oppositie als over de regeringspartijen. Nou, bovendien vinden de regeringsfracties PvdA en D66 plus de oppositie dat de lastenverlichting van 1 miljard volgend jaar heel anders moet worden verdeeld. De grootste oppositiepartij CDA vindt het een mooie begroting, maar vindt dat de belastingverlaging anders moet worden verdeeld. Die miljard lastenverlichting die het kabinet geeft aan iedere Nederlander, die willen wij laten terechtkomen bij mensen die het nodig hebben. Dat zijn mensen met kinderen, dan moet u dus denken aan de kinderbijslag. Dan gaat het om de kosten die mensen met lagere inkomens moeten besteden aan huren, dus aan wonen. En dan gaat het om mensen die bijvoorbeeld studerende kinderen hebben, middeninkomen verdienen, hè, studerende kinderen hebben. Daar willen wij die lastenverlichting laten neerkomen, niet bij iedereen. Ook oppositiepartij GroenLinks vindt dat de belastingverlaging niet eerlijk wordt verdeeld. Die algemene lastenverlichting en die kinderbijslag die ook bij de hoogste inkomens terechtkomt, die willen wij veranderen. En we willen investeren in verbetering van het milieu. We willen gezinnen met kinderen een extra toelage geven. We willen het sociaal minimum verhogen. En nogmaals, onderwijs en zorg blijven de prioriteiten van GroenLinks. Maar er is hoe dan ook een forse Kamermeerderheid om de belastingverlaging voor alle mensen met kinderen te geven. En bovendien wil een meerderheid in de Kamer meer geld voor zorg en onderwijs. Dus dat gaat er wel komen waarschijnlijk. Ja. Nog een opvallend punt. Het kabinet heeft een moeizaam jaar achter de rug. Maar overleeft omdat het de economie mee heeft. Wordt straks een stuk makkelijker regeren, zou je zeggen, met een overschot. Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want ik zei het al, als er meer geld is, begint iedereen het ook meteen weer uit te geven. Ook als het geld nog niet binnen is, want het duurt misschien nog wel jaren voordat het kabinet echt geld gaat overhouden. Dus daarover zal wel een politiek probleem ontstaan, want bijvoorbeeld regeringspartij VVD is tegen extra uitgaven, op welke manier dan ook. Die regeringspartij, de VVD dus, die wil eerst dat de reusachtige staatsschuld wordt afgelost. Schuld die is opgebouwd tijdens jaren van tekorten. Nou, en deze opvatting zal bij de andere twee regeringspartijen, PvdA en D66, niet goed vallen. Dus op die manier worden het ook zeer interessante debatten de komende dagen tijdens de algemene beschouwingen. Ja. Nog een ander Haags punt wat deze week zal gaan domineren. Stond niet in troonrede of miljoenennota, maar de Betuwelijn. Want ik heb begrepen dat jullie als Haagse redactie hebben uitgevonden dat de Noordtak die Netelenbos wilde schrappen inderdaad definitief niet doorgaat. Ja, dat klopt inderdaad. Minister Netelenbos liet dat een paar weken geleden trouwens al doorschemeren. Maar het kabinet is het er inmiddels over eens. De Noordtak van de Betuwelijn gaat definitief niet door. En dat kan ook nog wel politieke problemen opleveren. Want de regeringspartij D66 en de hele oppositie, die vinden die hele Betuwelijn eigenlijk waardeloos zonder die Noordtak. Dus ook dit onderwerp zal morgen en overmorgen de gemoederen hier in deze zaal in Den Haag wel bezighouden. Dat zullen wij aan de hand van jou ook volgen. Dankjewel, Job Frieso.